Snel en intens. Daar houd ik van. Dat geldt voor mijn werk, voor mijn leven en zeker ook voor het hardlopen. Mijn naam is Laurien Buffard. Ik ben onderzoeker op het Amsterdam UMC. Ik vind het heel leuk om moeder te zijn. Het is fantastisch om je kinderen te zien opgroeien, om te zien hoe ze de wereld ontdekken, om samen plezier te beleven. Ik ben in april voor de tweede keer moeder geworden. Ik ben weer begonnen met de opbouw, dus ik zal wel klaar zijn om een 8 kilometer te gaan lopen. Maar een halve marathon of een marathon zelfs, dat is echt veel te ver op dit moment. Hardlopen geeft mij heel veel plezier. Het geeft me ontspanning, vooral na een lange dag werken. En dan vind ik het echt heerlijk om thuis te komen en mijn hardloopschoenen aan te trekken en naar buiten te gaan om hoofd leeg te maken. De opbrengst van de marathon gaat naar het Cancer Center Amsterdam. En dit jaar is mijn onderzoek gekozen en daar ben ik heel erg dankbaar voor. En wij doen onderzoek naar fysieke training tijdens de behandeling van kanker. En met dit geld willen we specifiek onderzoeken of patiënten die trainen tijdens de behandeling, of die beter in staat zijn om hun behandeling te verdragen en of dit effect kan hebben op de overleving. Onderzoek naar kanker is nog steeds heel belangrijk. 1 op de 3 mensen wordt geconfronteerd met deze ziekte vroeg of laat in zijn leven. En ik ben heel blij dat ik met mijn onderzoek een steentje bij kan dragen om de zorg voor deze patiënten te kunnen verbeteren. Ik heb heel veel wensen voor de toekomst, maar ik ben vooral ook echt heel blij met wat ik heb. Ik heb een leuke baan, ik heb een prachtig gezin en ik kan lekker hardlopen. Daar heb ik nog wel een grote wens, eentje op mijn bucketlist. En dat is toch wel de marathon. Dat lijkt me fantastisch om een keer te doen. Dus wie weet, volgend jaar?